Hoe vaak pijp je? Af en toe. Ja. Punt. Hoe vaak per maand is dat? Ik pijp graag. Ja. Graag. Nee. Nee. Nee, ik ben er niet zo goed in. Ja. Nou, dat is een leuke activiteit, zo. Ja. Ja, ik ontvang... Ja, Ik zou een beetje gek zijn, hè. Nou, ik wel. Ik niet. Ik heb niet alles bijzonder. Bij mij is het echt soms. Ja, bij mij ook soms. Ja. Ik word wel graag gepijpt. Ja, als het een vraag... Heel graag. Ik word niet graag gepijpt, maar ik ben wel heel goed in blowjobs geven, zo. Oké. Pijpen is dus veel moeilijker dan beffen. Dus gefeliciteerd. Thanks. Als je dat een beetje onder de knie hebt. Pijp je op de eerste date? Ligt eraan. Soms wel, soms niet. Nee. Eigenlijk hoor dat niet, maar ik heb het wel gedaan. Hoort! Wie heeft dat verteld dat het niet hoort? Als je denkt dat iemand schoon genoeg is, dan... Ja, dan wel. Als hij leuk genoeg is. Kijk, je moet punten bij mij scoren, oké? Oké. If you play the game right, you get the prize. Bitchy. Oké. Bitchy. Nou, dat is wel heel snel. Ik denk het wel, hè? Nou ja, wel een fout idee van mij. Nee, helemaal niet. Ik had... En een blootje van mij is wel een prijs, I'm just saying. Ik heb dan zoiets met andersom, zeg maar. Als ik gewoon ga beginnen en een ijsklontje erbij. Dan weten ze niet wat ze meemaken. Dus dan is het voor mij punten scoren. Snap je wat ik bedoel? En jij? Als word je gepijpt op een eerste date? Als zij mij zo pijpen op de eerste date. Ik denk dat het wel een beetje zou moeten klikken. Dat is wel belangrijk, ja. Vind ik wel. Waarom hou je niet van pijpen? Het is niet zo dat ik er niet van hou. Ik vind het niet vies. Nee. Ik vind het ook niet vervelend. Alhoewel je op een gegeven moment wel echt last krijgt van een stijve kaak, zeg maar. Daar heb ik echt snel last van. Ja, omdat ik dat commentaar vaak heb gekregen. Maar heb je dan ook echt commentaar gekregen als in dat ze stop letterlijk er zeggen, maar mee. Ja, stop maar. Pas op. Hoe vaak pijp je? Voor mij moeten schoon zijn. Ja, en heel veel dik zijn niet schoon. Ja, ik doe heel graag, maar dan moet ik weten dat het is schoon. Ja. Okay. Toen ik nog geen kinderen had, dat scheelt, toen ik nog geen kinderen had en dus niet aan nachtvoeding deed, nou, toch wel 4 keer in de week, denk ik. Af en toe. Ja. Punt. Hoe vaak per maand is dat? Jeetje. Oh, ik heb het zo warm. 2-3 keer. Ja. Shit, man. Ja, hoe vaak? Gewoon als dan... Lekker Hollands gemiddelde 1 keer per week is het gewoon het hele menu. Nee, ik denk wel vaak hoor. Oh, wel vaak. Even tussendoor. Nee, gewoon alles gewoon. Oh, het hele pakket wel. Nooit even... Niet... Dus scoor je wel pluspunten bij mannen hoor. Even tussendoor. Kan je deepthroaten? Hou je niet van. Echt verschrikkelijk. Dat kokhalse gedoe. Bleh. Nee, dat hoeft niet voor mij. Ja. Ja. Ja? Ja. Hey. Ja, de ene keer beter dan de andere keer, maar over het algemeen kan ik vrij ver. Ja. Ja. Dus dan zit hij achter in je keel. Ja. Mm-hmm. Ja, weet je wat het is? Heel diep. Ja, heel diep. Even zijn huigje openzetten. Ja, hè? Ja. Gewoon even... Ja. Goed. Nee. Want ik denk... Ik hoef niet te stikken, you know? Ik wil je wel plezieren, maar ik hoef niet dood te gaan. Van de... Nee. Het is gewoon... Wat is volgens jou de beste pijptechniek? Hier komt het. Dat vind ik echt een moeilijke. Kijk, deep throaten is wel qua
indrukwekkendheid. Wel zo van, wauw. Ik denk dat ik de koptelefoon maar even erbij pak. Nou. Ja, ik denk zo. Dat ik de koptelefoon erbij pak. Ja, doe dat. Ik weet ook nog niet wat ik hierop moet zeggen. Ja, langzaam, snel, diep, klaar. Ja. Ik bedoel maar te zeggen, dus het is wauw, de ene techniek, en de andere techniek is oh, so nice, keep it going. Weet je wel, dus ja, wat is de beste daarvan? Soms wil je gewauwd worden, want dan ben je in de stemming. En soms overvalt het je dat je ineens je vrouwelijke kant voelt, omdat je zo in een soort bloemetjesbed terechtkomt. Ik hou om dat voorspel, weet je. Niet per se dat ik ga gelijk iets in mijn mond. Ik ga van, ja, proberen hoe ver kan ik gaan voordat iemand zegt, nu alsjeblieft vragen. Ik vind met handen wel gebruiken het vaak. Twee handen? Ja, één, twee, eentje bij bal. Ja. Omdat je dan, je zet de grens voor jezelf eigenlijk. De grens? Ja. Dat je niet te ver gaat of zo. Oh, je bedoelt en een dat stop. Je die ritme aanhoudt. Ja. Een stop. Dat je in één keer de deep throating krijgt. Dat je denkt, inderdaad, want ik hou daar niet van. Kun je iemand pijpend laten klaarkomen? Ja, zeker. Maar ik ben ook soms gemeen. Ik vind het ook leuk om die spelletje. Want als je dat gelijk laat gaan, ja, dan is het gelijk over. Ja, de. Zo. Ja. Klaar. Ja, punt. Verder. Ja. Ja, nou, top. Goed gedaan. Grote meid. Ik ook wel hoor, zeker. Ja? Je komt van ja. Ja. Ja, voor mij ook. Als je maar niet dronken is, dan duurt het te lang. Ja, oké. Jullie mogen in de volgende 20 seconden zoveel mogelijk seksstandjes opnoemen. In 3, 2, 1... Doggy, Missionaris, Sidoggy, Standje 69. Oh, Missionaris of zo toch? Ja, ook, dat zei ik net dan. Oh, oké. Okay. Nou. Ja, wauw. Ja. Ja, kom op hè, Jack. Ja. Uitgesproken. Zo! Oké. Okay. Dat is nog eens een teleurstelling, man. Zo! Vonden jullie dit wederom een leuke aflevering? Lekker gênante momenten samen met Mams die we niet meer gaan doen. Vergeet dan niet te liken en subscriben. Shout out naar Spuit en Slikken voor deze kans. En het was super tof. Thanks voor het kijken.